Hoi, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin Hoerma en ik vind het onwijs gaaf dat jij ervoor hebt gekozen om te klikken. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel beter bekend op de straten van Amsterdam en omgelegen steden als... Kalvijn, dat ben ik. Hey, ik ben Kalvijn. Jezus, ik heb al zo vaak gezegd wie ik ben. Ik hou er nu gewoon over op. Ik ben er gewoon helemaal niemand. Schoon. Oh, sorry Otti, spijt me. Dat was niet aardig van mij. Ik moet even Otje troosten. Kom zo, ben zo terug. Mijn kat is weer blij. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jullie zijn de Kelfam. Wat betekent dat jullie onderdeel zijn van de leukste, meest grappigste, meest epische familie van Nederland. Waarin we met z'n allen gewoon gek doen. Want we zijn al normaal genoeg. En waarop we elke dag denken, weet je wat? Pak het allemaal. Ik ga gewoon blij zijn. We gaan gewoon lachen. We gaan die dingen doen. Want zo zit ik in elkaar. Zo leef ik mijn leven. Dus join the Kelfam. It's good, man. Wat gebeurt er hier? Ik weet niet wat er... Oh, fucking hell. Hey, een Rabo-scanner. Gaaf. Het is tijd voor een beetje tintelfris. Tintelfruit. Tintelfris. Mmm, zo lekker. Wie doet zijn drank nou tintelfris? Ik krijg hier overigens niet voor betaald, want het is eigenlijk helemaal niet lekker. Als ik hier... Sorry Otje, het spijt me. Ja! Oké, het is tijd om over te gaan op de orde van de dag, lieve mensen. Want ik ben een YouTuber. En op YouTube zitten meerdere mensen, en die noem je ook wel YouTubers. En elke keer als ik in een taxi zit, elke keer als ik dan ook maar ergens ben in de wereld, oké, in Nederland vooral, maar gewoon überhaupt, en ik vertel dat ik YouTuber ben, of beter gezegd, vlogger. Elke keer als ik zeg dat ik YouTuber ben en dan zeggen mensen, oh, ben je dan vlogger? Hè, ben je vlogger? Ja, ik ben vlogger. En elke keer is het precies hetzelfde. Elke keer zegt elke taxichauffeur tegen mij, oh, ik kijk niet echt YouTube. Ik ken alleen Enzo Knol dan. Maar ja, daar heb ik nog nooit echt iets van gezien. How is it possible that the people know about Enzo Knol without ever seeing a video of Enzo Knol? You know what I'm saying? Ja! Maar ik kwam tot een besef. Ja, ik kwam echt tot even een besefmomentje. Enzo heeft zoveel vlogs inmiddels. Maar er lopen zoveel mensen rond op de wereld die nog nooit een vlog van hem hebben gezien. Waaronder ikzelf. What's good, man? Breaking news. Kelvin, beter bekend als Kalvijn, heeft nog nooit een vlog van Enzo Knol bekeken. Wauw. Ik heb überhaupt nog nooit gezocht op Enzo Knol. Geprobeerd om te ervaren in wat voor warm bad je dan terechtkomt en kan gaan genieten van alle knolpower in je leven. Ik heb nog nooit dat mogen meemaken. Nog nooit. Tot vandaag, mensen. Tot vandaag. Vandaag is de dag dat Kalvijn voor het eerst in zijn leven onderzoek gaat doen naar Enzo Knol. Dit is reageren op Enzo Knol. Oké. Dan gaan we een andere YouTuber kijken. That's it. Dat is het gewoon. That's what you subscribe to. And I love it, man. Let's go. Ding, 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 ding. Deze video is voor iedereen die Enzo Knol kent. Dus zeg maar heel Nederland. Maar die nog nooit een vlog heeft bekeken. Kom gezellig bij me. Dan gaan we beginnen. Oké. We gaan even naar YouTube. YouTube. Dat is een gave website. Hey, wat zie ik hier? Een YouTube. Ik zijn op de YouTube. Wauw! Men zoekt op Enzo Knol. Enzo Knol 1 april. Enzo Knol district. Bestaat er een Enzo Knol district? Er bestaat een Enzo Knol district. Hey, 40.000 views op papi. Goed gedaan. Lekker bezig. Dit is mijn avond eten. Een heerlijke rap. Ik heb het niet gefilmd, maar ik bot hem in mijn bek. Wat is dit voor rampzalig gedoe? Men zoekt op Enzo Knol. Even kijken. Je wilt niet weten hoe dit afloopt. Ik vind het gewoon bijna spannend. Ik vind het spannend. Ik vind het gewoon spannend. Ik ga gewoon voor mijn eerste video. Even een Enzo Knol video kijken. Yo, Enzo reacts to. Enzo reageert op dingen. What the fuck? Ik dacht dat deze man vlogt alleen zichzelf, maar nee. Hij is gewoon op gereagerings en zo, weet je? Hij heeft wel echt een intense intro, ik moet je eerlijk toegeven. Uitgaan om beter te worden. Maar ik had zoiets van, ik blijf de hele dag binnen. Dit is de slechtste vlog om mee te beginnen. Ik krijg niet echt die knolpower hiervan, snap je? Het is niet dat ik nu denk, oké, okay, knolpower, man, what's good? Wacht, wacht, ik heb iets. Volgens mij heb ik iets. Ja. Ja, ik heb hem nog. Dames en heren, ik presenteer me trots. De knolpower pet. Oh, fucking hell, I like it. I like it a lot. I like the knolpower hat. Zoals je toch? Nee, ik wil... Nee, ik wil een normale vlog. Ik wil niet een vlog waarin Enzo reageert op dingen. En dat doe ik al nu. Dus dan reageer ik op iemand die reageert. Nee, dat is niet hoe de wereld in elkaar steekt, mensen. Kom, we gaan even iets anders kijken. Ook allemaal toffe vlogs van Enzo. Awesome. Even kijken. Moet ik dit echt doen? Vlog 1706. Waarom moet je altijd in bed beginnen, Enzo? Come on, man. Het kan geen toeval zijn. Ik heb nu twee vlogs van Enzo bekeken. Allebei ligt hij in bed en heeft hij het zwaar. Life is hard as a daily vlogger, man. Life is hard. Volgens mij heeft Enzo zo'n zwaar leven. Elke dag die camera op je bakken. Elke dag weer. Het lukt mij nog niet eens twee keer per week. Laat staan, Enzo. Fuck it. Hell.
gaat, Enzo. Kom nou je bed eens uit. Hoppakee. Het is maar goed dat Deen nog bij je is. Anders lag je de hele dag in je bed. Godverdomme. Hoe kan het dat ik dit vermakelijk vind? Wat gebeurt er? Dat is echt het meest nare wat iemand kan doen. Dat als je in bed ligt en je komt er niet uit. En dat iemand dan ook nog al de deken van je af gaat pakken. Nou, het meest nare wat iemand kan doen is toch echt wel, zeg maar, even met een mes in je rug steken. Al je ingewanden eruit halen en tegelijkertijd ook nog anaal verkrachten. Kijk, dat is denk ik het naaste wat iemand kan doen. Maar even je dekens eraf, kom op. Niet zo overdrijven, Enzo. Dan moet je ook niet dingen groter maken dan dat er zijn, oké? Laten we eens even kijken hoe Jurriën heeft geslapen. Wie is Jurriën? Welkom bij de grote Enzo Knol quiz. De vraag van vandaag is: wie is Jurriën? Is dat A, Enzo's kameel? B, Enzo's beste vriend? Of C, Enzo's zoontje? Schrijf je antwoord op een papiertje. Oké, we gaan kijken naar het goede antwoord. Huh? Hij is er niet. Fuck! No! Hij is er niet! Hij is er niet! Hij is weg! Ik ben zijn naam inmiddels weer vergeten, maar hij is weg! Jurriën! 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 Hey, kan ik binnenkomen? Hey! Jurriën! Je leeft nog! Oh, zo chill, Jurriën leeft nog. Oh. De spanning. De spanning in een Enzo Knolvlog is op een level, man. Holy shit! Wil jij morgen zo? Sokkie! Sokkie! Liggen weer lekker hier. Je kan veel zeggen over Enzo Knol, maar hij heeft één fucking schattige poes. Een goede vriend van mij uit het noorden komt eventjes op visite uit het boerendorp. Ja, we gaan de trekker vanochtend. Oh, daar ben we een boer, mee, jong. Hartstikke mooi, man. Hoe staat het landschap ervoor, ja, mooi. Hoe staat het landschap ervoor? Enzo, hoe staat het landschap ervoor? Step up your boeren game, Enzo. Hey, hou eens middelaan, Dan. Sommige mensen die denken dat iedereen uit het noorden zou praten. Jij, man, niemand uit het noorden praat zo, hoor. Ik bedoel, mensen zeggen wel eens over mij dat ik Gronings praat. Nou, ik zal jij mijn ding vertellen. Elke Amsterdammer kan hier gewoon verstoren. En dan moeten jullie ook. Oké, ik hou al op. Ik ga even naar Enzo's kanaal. Deze vlog is raar. Niet kijken. Klik. Right. Reverse psychology. Right. Voor de mensen die geen Engels kunnen. Omgekeerde psychologie. Right. Voor de mensen die geen Engels kunnen. Toch? Hij is weer moe. Enzo heeft gewoon echt een moeilijk leventje. Dan moeten we allemaal één. Wat? Oké. Ik heb zoveel hoofdpijn. Gelukkig hebben we in de medicijnla. Ik vind het echt super tof. We hebben gewoon een medicijnla. Nou, zo tof. Een medicijnla? Holy shit. Yo, Nien. Enzo heeft gewoon een medicijnla in zijn keuken. Ja, en ik ben mijn telefoon kwijt. Dus waar de fuck is hij? Ze zeggen wel eens, a doctor... Oh ja, dat zeg ik. Oké, die vond ik goud. Een dokter en nee, keeps the apple away. Dus de blad in water. Oh, dat ziet er zo vet uit. En ik dacht van het vette moment, ik ga er gewoon even een foto van maken. Wat zegt hij nou? Ik ga er gewoon even een foto van maken. Dat is toch mooi? Dat je geluk kan halen uit zulke kleine dingen. Dat je gewoon een pilletje in water doet. En dat je denkt, hé, dat is een mooi moment. Ik ga even een foto maken van dit moment. Enzo is een comedian. Ik ga nog even zoeken op D. D is de vriendin van Enzo, mocht je dat nog niet weten. D over goedmaakseks. Oh! Oké, het is even tijd voor een break. Laat ik even vooropstellen dat ik respect heb voor Enzo, voor wat hij allemaal doet. Ik vind hem echt een van de meest gedisciplineerde en getalenteerde YouTubers die er is. Daar ben ik echt oprecht op. En laat ik ook zeggen dat ik D een hartstikke lief mens vind. Ik vind D gewoon een sprankelende persoonlijkheid. Blij, ziet er gewoon leuk uit. Ik weet alleen nooit zo goed of ik D nou lekker moet vinden of niet. Is dat raar als ik dat zo zeg? Wel een beetje, denk ik. Ik weet het gewoon nooit. Zou je verbazen, maar ik heb geen kruis. Jawel. Ja, toch niet iets waar je in kan trappen. Iemand kan toch gewoon tegen je kut aan trappen. Ik heb net 5 minuten van dit gekeken. Ik vond Enzo's vlogs veel leuker. Ik wil weer Enzo Knol zien. Kom op. Het is tijd voor Enzo Knol. Kom op. Spullen kapot schieten. Nou, dat vind ik wel goeie. Ja, wow, Enzo Knol. Adventurous, man. That's crazy. You're fucking crazy, Enzo. Oké. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben helemaal fresh en fruitig en heerlijk en slapen. En de bus is heerlijk. Oeh, ik ben al wel echt benieuwd naar wat er gebeurd is. Als Enzo zegt, dan weet je dat er iets aan de hand is. Bumper die heeft eigenlijk haast nooit iets te pakken. En zo nu ook niet. Maar het scheelde niet veel of hij had toch even een lekkere vogel aan de haak. Godverkut. Dit is echt weer zo bijna. Wow, er is bijna iets gebeurd. Er stond in de thumbnail een zieke explosie. Ik wil die explosie zien. Zijn jullie er klaar voor? Dat lukt nu. Ja, hier is het. Woehoe.
En dat is geen explosie. Ik wil vuur zien. Ik wil bommen zien, man. Dit is gewoon een heliumballon. I wanna see the fire, man. Oh, hier is het. Voordat dit moment gebeurt, wil ik jullie eventjes één heel belangrijk ding vertellen. Wat me heel erg persoonlijk is. Dus dat moet ik wel even kwijt. Join de Kelfam. Abonneer op mijn kanaaltje. Volg me even op Instagram. En join de allerleukste, grappigste, meest epische familie van Nederland. Waarin we gewoon altijd chillen. Join de Kelfam, man. It's good. Je gaat er geen spijt van krijgen. Ik denk dat ik het moment heb gevonden in Enzo's vlog. Het moment waarin we gaan meemaken dat er daadwerkelijk iets gaat ontploffen. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben. Ik wil van tevoren nog even zeggen dat ik respect heb voor Enzo. Ik ken hem niet zo heel goed. Maar weet je, ik respecteer hem voor wie die is. Maar ik moest toch eventjes een keertje de stap zetten om gewoon een vlog van Enzo te kijken. En ik heb het gewoon gedaan. Dus ik ben trots op mezelf, papies. Ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op mezelf. Wat vind je daar nou van? Ik ben godverdomme trots op. Oké, we gaan kijken. De camera staat nog aan. Zo, beter te veel dan te weinig papier, zeggen ze dan. Wat is dit? Oké, hij is gedaan. Kom op, Quinn. Het gaat er gebeuren. Het gaat er gebeuren. Wow! Wow, shit! I'm done! Ik zal nooit kunnen battelen met dit level. Ik zal dit nooit kunnen. Het is over, mensen! Oh my god, het is zo goed! Holy shit! Fucking hell!